Ik had niet verwacht dat het echt gebeurd zou zijn. Ja, het is echt de tijd om te griezelen. Het Streekarchief Rivierenland grijpt Halloween aan om griezelverhalen op te diepen uit hun eigen dossiers. Gisteravond werden de spannende verhalen uit het rivierengebied verteld in een griezelige sfeer. Dokter! Ik doe wat ik kan. Ziekte, heksen, spoken en wolven. Deze thema's kwamen allemaal langs bij de vertellingen in het Streekarchief in Tiel. Verhalen gebaseerd op historische stukken. Want nee, het archief is zeker geen stoffige plek. Ook het publiek ging mee in de verhalen, want ja, wie wil er nu cholera oplopen tijdens Halloween? Veel kinderen die op bezoek kwamen. Sommigen waren verkleed voor de gelegenheid. Misschien zelfs wel griezeliger dan wie ook. Maar ook dan kun je nog zelf onder de indruk raken. Ik dacht echt zo, toen bij dat heksenstukje, dacht ik echt dat die mevrouw naar ons toe kwam of zo. Ja, het doel is natuurlijk ook dat je leert wat je allemaal op het Streekarchief kunt uitspoken. Wij hebben dit georganiseerd omdat we graag willen dat mensen weten wat je hier bij het archief kunt doen. En vooral de mensen die eigenlijk normaal nooit bij een archief zouden komen. En wat maakt dan uiteindelijk de meeste indruk? Ik vond het wel leuk. Ja, het was ook cool versierd en al die lampen ook. En die spinnenwebben. Echt was en ik had niet verwacht dat het echt gebeurd zou zijn. Ja, echt gebeurd. Net als deze avond trouwens.